No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Je bent aan het vechten. En dan ben je aan het vechten en dan word je, dan droom je om de beste te worden. Maar ik ben niet alleen de beste geworden, ik ben ook de meest besproken vechter, denk ik, in de wereld geworden. Waar mensen het meest op letten. Dit is wie ik ben niet anders dan dit. Vertrok naar Marokko, stopte met vechten, leefde in een isolement. Zijn laatste gevecht was een keerpunt. Voor de tweede keer in zijn carrière trapte Badr Hari een tegenstander na een fluitsignaal. Een zware overtreding in de ring en hij wordt gedisqualificeerd. Hij verbleef 7 maanden lang in Kenitra, een stad in het noordwesten van Marokko, waar zijn ouders vandaan komen. Badr Hari is een van de meest populaire sporters van het land. De inwoners van Kenitra volgen zijn prestaties op de voet. Zelfs de koning van Marokko laat van zich horen na een gevecht. Ze geven mij, zeg maar, het gevoel alsof ik hun wat heb gegeven. Alsof ik hun op een voetstuk zit. Weet je, hun trots ben. En, dat is een lekker gevoel. Ja. Badr Hari. Hij wordt in 1984 geboren in Amsterdam-Oost. Zijn vader Dries was amateurbokser. Badr komt uit een gezin met 2 zusters en een broer. De familie heeft het niet breed. Als tiener begint hij te trainen bij Tom Haring, de ontdekker van vele kampioenen in het kickboksen. In die periode dat hij bij me trainde, ik geloof dat hij 1 jaar of 6 heeft getraind, was het een jongen die ontzettend getalenteerd was, omdat als hij iets voordeed, dan deed hij het na. Badr is een natuurtalent en wint wedstrijd na wedstrijd op knock-out. Maar Haring waarschuwt hem wel. Als je het doet, dan moet je je sport goed uitdragen als een sportman. En of het nou vecht is in de ring, dan moet je dat ook op een nette manier doen. Zowel in de ring als buiten de ring. En daar hameren we vooral op, vooral bij de jeugd. Als ze komen met deze trainingen, dan hamer je erop. Maar dit zijn professionals, die weten het zo langzamerhand. Op school gaat het ondertussen minder goed. Badr verlaat het ateneum. Hij wil vechten en het is alles of niets. Ooit een schoolverlater, nu woont hij in een penthouse op de Zuidas. Thuis leest hij het liefst een boek of luistert naar muziek. Una palabra. Ken je? No dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento. Esconde el agua como las flores que esconden lodo. Als hij nog in zijn oude buurt komt, dan behoort dit tot de dagelijkse routine. De politie houdt hem aan op zoek naar vuurwapens. Ik rijd gewoon in een andere buurt, ik rijd Lisa, dus het is eigenlijk een beetje van de, bijna van de dagelijkse orde daar. Het is bijna dagelijks. Misschien is succesvol zijn een reden genoeg om iemand terug te halen om te kijken of het wel klopt. Echt een gangster hier, hè? Sportman. Sportman, ja, heerlijk. Het gaat je goed, hoor. Dankjewel. Het is januari 2005. Badr Hari moet het opnemen tegen de Kroaat Stefan Leko, een meervoudig kickbokskampioen. Toen was ik immens populair. Toen was ik het grote talent van Nederland. En mijn ouders waren er voor de eerste keer in mijn leven om te komen kijken. Dus dat heeft zoveel impact op mij gemaakt. Thank you.
eerste wedstrijd verloor ik op KO, op een lichaamstrap. En toen stond ik op en toen wou ik wat zeggen. Even het woord aan Buddy Hardy. Hallo dames en heren. Het fijne avond. Ik de opkomst. Dankjewel. En toen werd ik zo verschrikkelijk uitgeboeid door het Nederlands publiek. Daar was ik zo klaar mee op een gegeven moment. Dan dacht ik van, nou, dit wil ik echt. Deze ondankbaarheid heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Harry besluit voortaan voor Marokko uit te komen. Hij heeft inmiddels ook zijn samenwerking met Tom Haring opgezegd. Goed. Ruts regelt de zakelijke kant. Mike Passanier wordt zijn nieuwe trainer. Hierop. Over. Hij neemt daarna in Japan zijn sportieve revanche tegen Stefan Leko, de man die hem eerder knock-out sloeg. And the Moroccan certainly has his rhythm. Oh, the turning back kick! The big kibosh! The big kibosh! He planted him like a tree! It's all over! Deze hoge trap van Bader is een van de spectaculairste knockouts uit de geschiedenis van het kickboksen. The Golden Boy. Bader wordt een ster in Japan met de bijnaam Golden Boy. Zijn opkomst voor de wedstrijd verloopt vaak rumoerig. Zijn woede-uitbarstingen worden wereldwijd door miljoenen kijkers gevolgd. Zijn doel is de K1 wereldtitel zwaargewicht. In 2008 dient die kans zich aan. Bader moet het in de kwartfinale opnemen tegen de Nederlandse vechtsportlegende Peter Aerts. Bader gaat meedogenloos tekeer in de ring. Peter Aerts in the blue and red, but a Hurry in the black and red. Hurry opens up, straight right hand. Nice jab outside thigh kick from Hurry. He tags him! Left hook from Hurry on the attack early. Peter Aerts in trouble, but a Hurry's opened up like a house on fire. Ik stond op een gegeven moment ook dat ik dacht van, hey, het moet toch eens een keer. Dit geweld moet toch eens een keer stoppen, weet je. Hoe hard moet ik nog slaan of hoe ver moet ik nog doorgaan voordat die wedstrijd is afgelopen? Ik vond wel dat de scheids een hele correcte en eerlijke beslissing maakte om die wedstrijd te stoppen. Hij kijkt niet goed meer uit zijn ogen, nee. Nee, en hij stond ook niet meer goed op zijn voeten en hij viel uit het niets, ook als ik hem niet eens raakte. En, zo wil je ook niet, dan wil je ook dat het stopt. Ja, tuurlijk, ik hoef hem nog niet dood te slaan. De finale is tegen Remy Bonjasky. De druk is enorm. De K1 wereldtitel staat op het spel. Jab 2 from Butter forces Remy back against the ropes. Remy cracked to the outside fight. Butter with the knee. And they are shooting it out from the get-go here in the second. Here comes Hurry. Uppercut from the bad boy. Remy Bonjasky forced a backtrack. They spill to the canvas. Oh, Butter. De scheidsrechter die hing zeg maar boven Bonjasky. Oh, die had ik niet eens gezien. Nee? Ik werd pas wakker nadat ik eigenlijk de scheidsrechter voor de tweede keer tegen het lijf aanliep. En toen keek ik hem aan en dacht ik even. En toen zag ik een scheids mij aankijken en schreeuwde tegen me. Dacht ik, wacht, volgens mij heb ik iets verkeerd gedaan. En toen ging die storm liggen. En toen merkte ik eigenlijk wat ik gedaan had. Ja. Ik had iemand nagestoten, nagetrapt terwijl hij op zijn rug lag, onbeschermd. Bader wordt gedisqualificeerd en biedt zijn excuses aan. Het is 16 mei 2009. Sam Schild, een reus van 2,12 meter, is de volgende tegenstander van Bader Hari. Ik denk dat het een van de mooiste carrière-momenten in mijn leven was. Misschien wel de mooiste. Puur omdat hij gewoon op dat moment de grootste man was in onze vechtsport. Ik vind hem nog steeds een van de grootste, daar moet ik eerlijk over zijn. Sam Schild was de man op dat moment. Sam Schild verslaan, dat was onmogelijk. This could be it!
a tired man. And Sammy shouts, he's really on wobbly legs. It's the end of the fight. That is it, 1 minute in. That is absolutely incredible. En daar hangt een foto hier ook. Ja. Van dat moment. Ja. Samen met je vader. Ja, tuurlijk. Er was zoveel blijdschap. Er was zoveel plezier. Ja. Dat is winst. Dat is succes hebben. 29 mei 2010. Badr Hari staat weer in de Amsterdam Arena. Het gevecht tegen Hesdy Gerges. Een pupil van zijn voormalige coach Tom Haring. Ja, wat ging dat door mijn hoofd? Ik denk dat dat een wedstrijd tegen Tom was eigenlijk. Ik zag hem niet eens staan. Harry's on the back foot. Certainly is a great shot there from him. Zeven maanden lang stopte hij met vechten, om alles opnieuw te kunnen opbouwen. Dat doet hij in Marokko. Daar komt het besef dat de druk hem heeft veranderd. Het belangrijkste eigenlijk was van het hele traject, om toe te geven dat wat ik heb gedaan niet goed was. Dat heb ik nu, dat kan ik. Ik weet dat ik mezelf tekort heb gedaan. Ik weet dat ik de sport heb tekort gedaan. Ik weet dat ik ook echt alle fans tekort heb gedaan. Ik heb de sport gewoon in het algemeen tekort gedaan. De voorbereiding voor zijn comeback verloopt vlekkeloos. Badr Hari lijkt klaar voor een nieuwe wedstrijd tegen de Fransman Tony Gregory. Ik wil de grote wedstrijden vechten. Ik hou van partijen waar gewoon zoveel lading op zit. Ik vind Tony Gregory een leuke wedstrijd. Maar het is niet mijn wedstrijd. Doe mij maar die jongens tegen wie ze zeggen, die kunnen je niet meer verslaan. Lluvia me faltas, mi serenada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas, está la orilla donde me ahogo. Maar ik ben nog lang niet klaar met die gasten. Ik wil deze generatie, wat eraan komt, wil ik ook nog even aanpakken. Dus die brutale Badr die misschien nu ergens in de sportschool rondloopt en mij loopt aan te kijken van, daar wil ik komen. Daar moet ik voor hoeden. Daar zit het gevaar.